Spotify. Op de bicyclet. Toetertjes. Een paar oude ruïnes bij elkaar. Nou, gaan we door het drukke. Doe je nou de weg, José? Oh, even met de telefoon. Was het Nisatra? Nisatra toch? Ja, zoiets. Nee. Maar wat gaan we doen? Oh, we gaan onderdelen voor je nieuwe DJI kopen. Hopelijk hebben ze het. Nisatra. Nisatra. Elektronica winkel. Ik wil ook hier naartoe. Tuurlijk gaan we daar naartoe. Oh, ja. Even onderlangs, hè? Langs het water. Kijk, ja. Mooi. Hoe lang is het fietsen nu? Niet zo ver, toch? 17 minuten. Kortie. Peet! Peet! In de middel moet je fietsen, in de midden. Hier. Ja. Kijk uit. Ja, inderdaad. In het midden fietsen, jongens. In het midden van de weg fietsen. Nou, wel fietspaden dan. Okay. Nou, heel apart dit. Heel apart. Hebben we dat ook eens een keer meegemaakt? Ja. Zo, kijk eens links. Amerika. Kijk eens, joh. Wat is dat dan? Een restaurant? Americo. Americo Vespucci. Zo, kijk hoe mooi. Oh ja. Oh ja, dat is toch echt wel heel kijk, ik hoor hoe de fietspad loopt hier, oh, denk ik, ja. Hè? Cool. Oh ja. Ja, dit is het fietspad, ja. Het zou wel leuk zijn als jullie er zijn geweest en wat voor ervaring jullie hebben en wat jullie ervan vinden van het Benidorm. Voor ons is het de eerste keer. Ja, wel bijzonder. Ook leuk om er te zijn. Absoluut. Ik ken het alleen van plaatjes. Van op tv, zeg maar. Maar dit is grappig. Maar even tussen jullie en mij verzwegen. Ik moet de eerste rollator nog vinden. Nog zien. Ik ben er nog geen één tegengekomen. Zou het een fabel zijn? Zou het een broodje aapverhaal zijn? Ja. Je hebt mee kunnen kijken. Oude bakken besjes, ja. Grijze golf, ja. Maar geen relator, jongens. Niente contente. Nada. Noppes. Heel mooi fietspad zo. Ja, prachtig. Ik vind het wel fantastisch hier opeens, wat een drukte. Nou jongens, echt, ik ben wel gek hier, dat is niet normaal. Kijk eens, joh. Nou, Cor. Ja, kijk eens. Er is joh. Nog plaats. Echt, ik zou zo meedoen. Echt. Ik zeg Nederland in beweging. Nou, dat is toch fantastisch dit. Hier zo, Peet. Ik zag het staan. Zo. En hoe heet het nou? Nisatra. Nisatra. Ja. Nou. Thank you.
Balkon de Europa, maar dan anders. Ja, van Benidorm. Benidorm? Ja. Maar jij wilde er naartoe. Zo. En nou, die zijn billen brand. Ja. Er zijn heel veel treden. Oh, kijk. Oei, oei, oei. Kruis. Jeetje, wat gaaf. Zo dan. Is wel weer mooi, hè? Ik zeg apart. Kijk eens, joh. En gelukkig niet zo toeristisch. Nou. Dat scheelt. Ja, komt er niet voorbij, hè? Nou, je moet gewoon het tempo van die oude knarren aanhouden. Nee. Dat is beter ook voor ons. Beter, een beetje aanpassen aan echt, hè? Gemiddelde leeftijd. We rennen die trap weer op. Oh. Oh. Kijk nou, hier, ga kijken. Hier links. Ja, kijk. We gaan eerst even dit uitzicht bewonderen. Ja, weet je. Dit moet je toch ook niet missen, vind je wel? Nee. Nee, toch? Oei, oei, oei. Je hebt een droom. Je hebt een droom. Ik heb een droom aan de lucht. Ik vind het heel leuk. Dat had ik al in de vuilnisbak ergens gegooid. Ja. Maar kan je hier koekjes, dit papiertje? Oh, ja. Hey, speculaas. Och, speculaas. Hollander. In Benidorm. Kan het. Heel erg. Hollands. Echt, hè? Ik, oh, kijk eens. Fijn dit. Nou, wel verdiend. Ja. 700 treders en de balkon de niet-Europa gezien. 55 treden zijn dat. Oh. Zo. Oh, die aroma is lekker. Wil je proeven? Mm. Niet normaal. Zo. Ja. Jongens, speculaas met room. Dat is lekker. 55 treden naar beneden. Oh. Dat is beter als omhoog. Dit gaat makkelijker, hè? Ja. Mensen met een rollator komen hier niet omhoog. Nee, zeker niet. Zou je ergens een lift hebben of zo? Mensen willen toch ook daar? Ik zag ook niemand met een rollator of met een... Nee. Kijk. En daarboven stonden we net. Ja. Ja, daar stonden we. 55 treden omhoog. Zonnetje piept er aardig doorheen. Ja, echt beet lekker. Kijk eens joh, het is toch wel prachtig hier. Die skyline is toch wel echt bizar hoor, moet ik zeggen. Rij je dan... Kijk. 3475 kilometer voor. En dan, wat kom je tegen? Nou, je komt... Kijk, dat zijn allemaal huurscoopers. Mannekepis. O, oei, oei, oei. Dat ziet er mooi uit. Nou hè, stroopbootje rauwe ham. Ik ben weer sneller dan zelf. Ja, ik zeg proost op Benidorm, Peet. Op de Bastards. Oh, van geen goud. Het zijn rotten.
De mensen, die mevrouw weet niet wat ze doet met al die beesten op de gadverdamme. En of je daar dan links even de nootjes wil kopen voor de duiven. Maar dat is echt, zijn de ratten van de samenleving, hè, dit? Dit zijn de gevleugelde ratten. Ja, echt, hè. Hoe mooi ze er ook uitzien, maar eigenlijk maar is het niet het bijzondere gezond. Is misschien wel dat deze helemaal wit zijn. Ja, of ja. Tenminste, ja, de meeste. Ja, jongens. Het hebben een kut leven, hè. Dan ben je aan het klussen. Ja, maar nu niet voor de buren. Nee, de gaasrol liep niet echt lekker. Van? En dan dakluik, het grote dakluik. Dus ja, dan even afhalen en dan heb je hem er toch af en dan kun je hem gelijk schoonmaken. En nu dat de buren komen, moeten we gelijk even kijken of die alles wel mishoudt. Kan het zeggen? Ja, dat lukt wel. Krap zat inderdaad. Dus schoonmaken en weer gangbaar maken, zeg ik even makkelijk. Ja, je moet ook wat te doen hebben. Ook dat. Nou, leuk. Ik ben benieuwd. Nou ja, nee hoor. Blijft er hetzelfde uitzien. Ja, toch? Wel knap dat je het allemaal kan. Ja. Ik ga weer verder, hè. Joe. Ja? Op het strand. Op naar het strand. Eens even kijken of we een mooi baadje kunnen vinden. Rechtsaf? Hij is nog aan het denken. Van gisteren ook, hè? In Benidorm. Heel groot volgens mij. Te groot. Wat gaan we doen? Shoppen. Kijken en niet kopen. Maar we beloven niks. Huh? Zeker niet.
til je erop. Drie verdiepingen. Goed geslaagd. Zie je roltrappen. Goed geslaagd. Ja, wil je laten tas zien, maar wat is het? Oh, veel. Dat komt nog wel. Okay. Maar als beloning... Ja, jongens. Het is echt... Ik doe het maar met een gewone kop koffie. Kijk. Maar... Ook dit hebben we. Oh ja. Hij is nog groter als jou. Ja, echt. Als ik nou slagroom erop doe, Peet, dan is dat wel heel lekker, denk ik. Ik zeg vullen met slagroom, dat is nog lekkerder. Ja, dat is... Kijk. Ja, en ik heb geen slagroom. Die mag heus voor mij wel. Oké. Nou, ik zou het niet doen, het is echt heel vies. Nou, ik zeg, eet smakelijk. Kijkt al lekker eigenlijk ervan. Ja. Ik denk, weer eens wat anders. Spaans drankje. We gaan een glaasje sangria maken. Ja? Met sinaasappel. Oké. Nou, het ziet er heel lekker uit. Dat moet nog lekker worden. Even kijken, wat... deze heb je in Nederland ook, hè? Ja, het is wel de allerlekkerste, hoor. Ja, maar gelukkig zit er geen alcohol in, hè? Nou, zit er geen alcohol in? Nou, niet zo heel veel, denk ik, hoor. Nee, er zit geen alcohol in. Oh, echt? Nou, dat is nog een beetje gezond ook zelfs. Toch? Nou, een beetje hetzelfde als bier, 7%. Oh, heel weinig. Ja. Nou... En wat gaat er nog meer bij? IJs. Ah, oké. Okay. Ik wil weer aanvullen, zeker? Ja, dat ga ik zeker doen. Kijk, jongens. Het is eens zo... kijken. Doen we wel heel de avond mee, hè, zo'n glaasje. Frikkertje erbij. Huppakee. Vorkje erbij voor de sinaasappel. Ik zeg proost. Oh, heerlijk, Peet. Ja. Heerlijk. Lekker, hoor. Ja, vinden wij wel. Ja. Op je figuurtje. Echt, hè? Nou, dankjewel, hoor. Een lekker ontbijtje maken. Heerlijk. Dan wel een eenvoudig ontbijtje. Ja. En je weet het, als er een eenvoudig ontbijtje is, dan gaan we weg. Precies. Ja. Vamos. Ja. En wat stop je er allemaal in? Nou, dan moet ik even dat pakken, want het is leeg. Ah. Dat staat bij de afval. Bij de afval. Er gaat afval in. Ja, nee. Oh. Griekse magere yoghurt. Even zien wat erin gaat. Ah. Ja. Oké. Okay. En dan... doen we wat granola. Ja, wacht even, er zit al wat doorheen. Oh ja, dat is Griekse yoghurt. Guava. En dan gaat er een beetje agave siroop in. Agave, ja. En dan een beetje granola. Mm-hmm. Niet zo heel veel, want ja, dit is gekochte granola. Is het maar gezoet? Je maakt het wel eens zelf. Ja, dat is beter, okay. Dat is beter en gezonder. Ja. Dus eigenlijk is dit al meer dan genoeg. Mm-hmm. En dan gaat er gewoon ook nog, ik neem altijd ietsje minder, speesje. Oh, je verwent mij ook ja, een beetje. Ja, altijd wel een beetje mee, hè, Moerijen. Oh. Oh. We gaan de blauwe bessen in. Dan kijk ik even er nog, ik denk dat de blauwe bessen altijd heel gezond zijn. Ja, is antioxidanten. Ja, dat denk ik wel. En ik heb een banaan over, dus die gaat er ook nog doorheen. Nee, dus een... we hebben geen bananen. Zoiets. We hebben geen bananen. Vandaag. Dus het is ook een goede vulling, zo'n jongens, banaan. Jongens, ja, we zitten een beetje in een carnavalstemming, hè? Ja? Oh ja? Want normaliter zijn we op de carnaval. Ja. Alleen nu even niet. Morgen, ja. Nee. Nu zijn we er niet. Dus, nou, kijk eens wat een basis dit is. Ja. Hè, daar kan je wel even opteren, hoor, voorlopig. Want we moeten nog boodschappen doen. Rijk gevuld. Echt, hè? Ja.
Nou, hey. Ik zeg, eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja. Je hebt kunnen zien, een wereldstad. Ik vond het superleuk. Leuker dan dat ik gedacht had. Ja, maar ook weer zoiets van, weer op naar de rust. Ja, nu wel. We hebben drie dagen, we zijn hier vier nachten geweest. Ja. Het waren drie drukke dagen, want we hebben veel gelopen, veel gefietst. Zeker. Zeker. Heel veel gedaan, ook wel even aan het strand gelegen. Het lichaam is een beetje moe. Nou hè, we hebben echt, En de camperplaats vind ik eigenlijk helemaal niks. Nou, ik laat het zo zien. Jongens, we staan onder de wasstraat. De wasstraat wat 24/7 open is. Ik heb het nog ineens gefilmd. Nee. Maar 24/7 open is, dus dat is 5:30 dan staan ze auto's hier boven af te spuiten. Sommige Spanjaarden die praten nogal luid en heel erg lang. En dan dat licht de hele nacht ook. En dan zijn er ook bij, en begrijp het wel, dat is een beetje voor de gezelligheid. Dan komt er een muziekje bij. Dus al met al een plekje van niks. En we stonden in de schaduw. Maar, als de zon stond, stonden we gewoon helemaal een grote muur achter ons. De hele dag in de schaduw. Ja, en de camper gaf dan ook nog een schaduw. Dus we konden een beetje voor de camper zitten, maar dat was niet te doen. Want het padje is heel smal. En we hebben bijna niet buiten. We hebben eigenlijk bijna niet buiten gezeten. Nee. Het was geen plek om buiten te zitten. Denk ik van, joh, de spanning is goed, hè. De koelkast in zoals je in de vorige vlog hebt gezien, die bleven doen. Goede spanning. En de douches. Ja. Hey. Sanitair is echt heel goed. Sanitair is echt heel goed. Ja. Groot, ruim, netjes. En als je nou een beetje op dezelfde locatie wil staan, dan heb je aan de overkant van de straat heb je Camperlife. Een betere Camperlife. Ja, maar die zit heel veel vol. Moet je heel lang van tevoren reserveren. Ja, wij stonden op. Dit hebben we ook gereserveerd? Ja, Sun Beach Camp Park stonden we. Ja. We betalen €15,50 per nacht, inclusief stroom. Qua omgeving echt heel leuk. Qua camperplaats vinden wij dit. Maar gewoon, ik zou hier wel naar de omgeving wel een keertje terug willen. Want we hebben echt. Benidorm is leuk. Hey, maar we gaan verder. Ja, we gaan eten, ontbijten en dan ik gaan zeg, we. Leuk dat jullie er waren. Ja. En hoe sluit je nou af? Later. Tot de volgende. Zoiets. Doei. Ja. Eet smakelijk. Ja. Tot de volgende. Jongens, bedankt weer voor het kijken. Hoi. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Die wanden zijn wel heel mooi, die rotswanden, zo helemaal afgesleten. Dat moet toch een keer afbreken. Dat is gespoten spuitbeton. Oh, oké. Oh, dat is. Wil je wat zeggen? Wil je wat zeggen? Nee, je had wel wat te zeggen. Je wordt wel de hoek ingeduwd hier. Hè? Ja. Ik word wel voor een gedrongen feit wel iets van. Je moet nu wat zeggen. Maar wil jij wat zeggen? Ik hoef niks te zeggen. Want het spreekt voor zich eigenlijk hier. Ja, soms is gewoon niks zeggen ook goed. Nee hoor, daarom. Je moet er maar uitknippen, joh. Het is eigenlijk mooi van lelijkheid. Ik vind het heel leuk om te zien ook eigenlijk. Ik had ook dat ik dacht van. Mooi van lelijkheid. Oh, mooi van lelijkheid. Het is wel leuk als je. Je geeft ze de camera.